Party people straks live op het podium, maar nu in de studio. Anna Gray! Oh, hallo! Hey, hoe gaat het met jou? Heel goed, dank je. Zeg, Peter Lutz is er ook bij. Ja, ja. Jullie zijn bekender samen dan de Limburgse fruitbomen, heb ik altijd de indruk, hè? Is het echt? Ja, zeg maar, wat ik me afvraag, jij bent dus eigenlijk een beetje afhankelijk van Peter wat je muziek betreft, want hij maakt dat. Ja, inderdaad. Maar hij is met zoveel dingen bezig. Hoe trek jij zijn aandacht? Heb je zoiets van, ik wil een nieuwe single, hoe doe je dat? Ja, weet je, ik schrijf ook mijn eigen zanglijnen en dan kom ik zo met mijn demo's in de studio binnengewaaid. Ah, zo dan doe zeg je ik, dat. Peter, nu is het moment. En wat zeg jij dan? Het is goed of het is niet goed? Ja, ja. En als het goed is, doen we er iets mee. Ja? Ja, ja. En de laatste tijd is het weer goed, hè? Want jullie brengen weer de ene hit naar de andere uit. Ja, we mogen niet klagen. Het gaat heel goed, dus we zijn heel gelukkig. Ja. Is de herkenning en erkenning in België groter met de jaren geworden? Want ik weet, in het begin sukkelden jullie daarmee. Hè? Ja, in het buitenland tuurlijk. Razend populair en in België... Ja, een gewone danceband, zeg maar tegenwoordig... Ja. Vroeger, toen ik nog zangeres was van Eva van Daal, waren wij getekend in 60 landen. En ja, we hadden de ene hit naar de andere in het buitenland, maar helaas in België niet. En sinds met Anna Grace is het eigenlijk wel veranderd. En merk ik ook wel dat het Belgische publiek meegaat, dus dat is wel heel leuk. Ja. Ik denk dat het ook komt omdat jullie echt ook live gaan. Hè? Ook straks ga je helemaal absoluut. Live zingen. Ja. En dat bewijst gewoon dat jullie een heel goede danceband zijn. Dankjewel. En ik hoop jullie straks tegen te komen in top 40. Dat is binnen een plaat of 3-4, dus nog even soundchecken en zo meteen is het aan jullie. Top 40 live vanuit de beach house in Oostende, Anna Grace.